Ja, het is een, geen mooie tijd geweest. Meestal vlucht ik hier als eerste naar buiten. Dit is de rokersafdeling. Voor mijn eigen eten moet ik zorgen. Eigen brood, eigen drinken. Daar ben ik in ieder geval goed mee bezig. Ik kan redelijk goed koken. Ik heb het hier nog niet gedaan. Ik kom hier dus aan. John vertelt tegen mij wat ze die dag wilt van me. En ik loop eigenlijk merendeels achter dat machientje. En daarmee doe ik het onkruid eruit halen. Ja, en dan ben ik hier en dan ben ik gewoon met dat machine bezig. En dan heb ik gewoon een afleiding op. Als ik nadenk, dan is dat meestal niet zo echt denderend meer. Dan heb ik zoiets van, oh god, wat is er allemaal gebeurd. Ik woon in een staakerven. En heel die staakerven is helemaal tot de grond toe afgebrand. Dus eigenlijk al mijn spullen heb ik daarbij kwijtgeraakt. En mijn hondje, die daarin lag ook. En ik had van alles en er is niks meer van over. Ja, het is geen mooie tijden geweest. Ja, mijn hondje mis ik nog steeds. Dat was mijn vriendinneke. Dat was eigenlijk het hondje van mijn moeder ook nog. Die ik meegenomen naar mijn moeder zijn dood. En ik zeg, dit wat ik nou aan het doen ben, dat is voor mij een afleiding. Om dan niet echt de dame aan te denken. Ik heb geslopen in een tent. In Eze ben ik door het bossen ingegaan. Daar heb ik daar een tentje op gezet. Even later kwam ik een paar jongens tegen. Die zijn aan de rand van een container. Een overzees container heb ik daarin geslopen. Tot ik uiteindelijk dus van de springplank. En op een gegeven ogenblik heb ik daar een eigen kamertje gekregen. En ik kan nog een beetje gaan en staan wanneer ik wil. Dan heb ik meer de vrijheid ook. Dat voelt beter aan. Ja. En ik ben in ieder geval blij met die opvang. Maar ik hoop in ieder geval dat het in ieder geval vanaf nu beter gaat. En dat het allemaal weer in orde komt.